Na alle offers geeft de regering nu terug aan de samenleving. De regering heeft besloten om per 1 januari de belastingvrije grens van 7500 SRD op te trekken naar 9000 SRD. Dit geldt zowel voor de ambtenaren als de werkers binnen de particuliere sector. Aan landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden wordt een extra 1000 SRD aan koopkrachtversterking toegekend, boven de 2500 SRD die reeds wordt gegeven. Gepensioneerde ambtenaren zullen 70% hiervan ontvangen. In december zullen de landsdienaren 5000 SRD ontvangen, waarvan 4200 direct gestort wordt. De resterende 800 SRD zal in 2024 gefaseerd uitgekeerd worden. Het kabinet van de president streeft ernaar om middels gemeenschapsprojecten armoedebestrijding tegen te gaan. In het kader hiervan is er gisteren in Wanica een aanvang gemaakt met het pilotproject agricultuurtraining middels een nieuw hydraulisch systeem voor minimaal 100 vrouwen. Het project dat in samenwerking met Stichting Bron van Herstel wordt uitgevoerd, houdt in dat landelijk vrouwen zullen worden getraind om microbiologische landbouw op maat uit te voeren. First Lady Melissa Santokhi en de ambassadeur van India in Suriname, Shankar Balachandran, hebben gisteren het project Every Student a Computer opgeleverd op de LBO Kaikousi School. In 2018 werd dit project geïnitieerd door de voormalige First Lady en is gefinancierd door de Republiek India. De afronding van het project omvat de donatie van 10 computers aan de school. First Lady Santokhi hoopt dat deze computers een positieve bijdrage zullen leveren aan de ICT-lessen die vanaf heden aan de leerlingen zullen worden verzorgd.